Welkom weer bij een nieuwe lijn over lipstift. Ja, we doen de Pillow Challenge. Met Kim Kardashian in een mukkeler setje. Er gaan ze hoor, Pingwing en Pingwing. Waar is mijn waggelkoning? Moet je je voorstellen dat al onze medewerkers nu, behalve dus alleen Yara, onze achterkant ziet. Jules lekker aan het flaneren in de hangmat. We zijn een beetje meer lach. Fabulous, dear. And now the back of the swimsuit, please. Ja. Welkom weer bij een nieuwe Rijnders vlog. Wat je onder andere deze vlog allemaal gaat zien is dat Shiel en ik eindelijk de Pillow Challenge doen. Wat jullie ook heel veel op Instagram voorbij zien komen. Als je nou wilt weten hoe wij het hebben gedaan, blijf kijken. Ook ga je zien hoe ik zoveel volume in mijn haar krijg. Ik heb het voor jullie gefilmd van nat haar tot helemaal hoe het nu zit. En we gaan lekker met mama in de tuin met de familie sushi eten. Dus ben jij benieuwd wat we in deze week vlog allemaal gaan doen? Blijf dan kijken en abonneren. Love Rijnders. En nu zie je hoe Shiel de haar gefeund is. Maar dit is wel dag 4, hè? Ja, maar je ziet nog steeds wel die slag aan de onderkant en de volume aan de bovenkant. Dus laat Shiel allemaal zien in haar haartutorial, dus blijf kijken. En ik draag vandaag de Offshore Tof van Rijnders in Lurex. Ja, Lurex is een glitterdraadje. Ik ga het even filmen. En dit is hetzelfde materiaal, ik krijg veel vragen, als de Twinted Lurex en de Coco Dress. Dus het is allemaal dezelfde kleur Lurex met goud. En daarbij heeft Shiel van Elisabeth de Frankie een fake leather look, hè? Het is niet echt leather, nee, toch? Nee, het is vegan. Bij Gimmicks in Amsterdam gekocht. Via online. En dan de gimpjes natuurlijk van Bob Berends. Dus dat is mijn lookje van vandaag. Ja, leuk. Ja, je kan mij al filmen, maar dat kan je alleen even hoe die laat zien. Ja. En had ik ook een Disney aan. Marie is vandaag even lui, liever lui dan moe. Dus die heeft lekker de Rijnders hoodie aan. Wat wel grappig is, Marie doet altijd de hoodie aan met daaronder t-shirt in matchende kleur. Ja, vind ik leuk. Voor mij dat in de hals zo. Dat vindt ze wel leuk. En als het warm krijgt, zit hij er in ieder geval onder. En laat ook af en toe het shirtje eronder uit vloepen. Dus dat is Mary. Dus dit blijft mij altijd tegen. Oké, girls. We doen de Pillow Challenge en ik ben helemaal buiten adem. We konden natuurlijk niet achterblijven, dus we hebben nu onze Rijnderskussen die in de verkoop gaan. Met de Rijnders Bukkelbelt en de Rijnders Slippers. Love it, en de foto is heel leuk, maar we willen misschien toch twinning. Het gaat denk ik wel ook veel likes opgeven. Ik denk het ook. Deze? Ja. Nee, ik denk eerder die. Even kijken. Marie en ik gaan de Pillow Challenge doen. Het is te komisch. Want van de zijkant, ik ga niet helemaal doordraaien, maar ziet de training uit van de voorkant super cute. Oké, okay. Ja? Ja, oké. Okay. Alsjeblieft. Alles voor een foto. Wat heb ik nu hier? Kan je nu nog een keer aantrekken? Ja. Nee, eerst staan, hè? Maar waarvoor doe je gewoon niet één keer? Nee, ja, dat is niet mooi. Oh. Ja, maar dat kan niet, want ik zit tegen je rug te trekken. Oh, net. Jules. Ik voel net Kim Kardashian in een mukkeler setje. Ja. Was dit? Nee, hè? Nee, net. Maar hoe kan die andere wel passen dan? Omdat het een andere kleine kusje is. Oh. Ja, maar... Misschien, als hij hier harder wacht, blijf staan. Ja, precies. Dan moet je hem vasthouden. Oké? Okay. Ja? Ja! Ja! Heb je het koud, Jules? Nee, ik heb het stuk heet. Zit het er doorheen? Ja, wacht bijna. Film jij? Ja, film jij, ja. Alles voor de gram. We need a pillow challenge. Dat is wel goed. Kijk, ga ze voor. Nou, je kan niks zeggen over de kwaliteit van deze. Kijk, hè? Ja. Les om. Ja, moet alleen. Nou. Twee keer. Leuk, twee keer. Oké. Nou, there we go again. There we go again. Ja, daar is het niet zo. Deze moet ook twee keer. Ja, maar die denk je wel makkelijk twee keer. Wat zijn die net aan het doen? Wat doe jij dan? Wat doe jij dan? Met of zonder? Ik vind zonder leuker, denk ik. Omdat je eentje met en zonder? Omdat het echt dan om Rijnders gaat. Oké, okay. Dit is niet zo'n haar, niet leuk. Oké, daar gaan ze hoor. Pingwing en Pingwing. Waar is mijn waggelkoning? Wiggle, a pillow. Wiggle. Oké, wij gaan nu een foto maken. Ja, ik kan hem hierop zetten, we kunnen het even laten zien, toch? Moet je je voorstellen dat al onze medewerkers nu, behalve dus alleen Yara, onze achterkant ziet. Ik kom er aan, stink! Nou, of Shiel pijn had van de bukkelbelt. Nee, helemaal niet. Alles voor de foto. Iemand anders iets heeft gehad van de bukkelbelt. Alles voor de foto. Nou, de Pillow
pillow challenge. De reden waarvoor wij het eigenlijk hadden gedaan is omdat de Reiners kussens slopen binnenkwamen. En wij vonden het wel een leuke toevoeging ook om het aan jullie te laten zien. En konden we ook meteen even kijken hoe jullie reageerden eventueel als we kussens zouden maken. En er waren zoveel positieve reacties. En gelukkig hadden we het al georderd en op voorraad. Dus die hebben we meteen uitgeleverd. Die liggen ook nu in de winkel. Dus je kan ze bestellen. Om al je vragen te beantwoorden. De afmeting van de kussens zijn 50 cm bij 50 cm. En dit is ook gewoon een standaard maat van kussens bij de IKEA. Ja, maar je hebt het in de kleuren crème goud, roze, zwart-wit en wit-zwart. En wij hebben dit gedaan omdat we heel veel meisjes van jullie de vraag hadden om iets in de Reiners in je slaapkamer te doen of in je woonkamer. Dus wij dachten, hoe leuke intro is dit voor eventuele accessoires op home. En als dit echt goed aanslaat, willen we natuurlijk ook verdere collectie gaan doen met het Reiners logo. Dus als er goed op wordt gereageerd, dan komt er misschien wel een hele Reiners home collectie. En de kussen, hoe duur de kussensloop zijn? Het zijn €39,99 voor enkel de kussensloop. Het is echt een home product. Dus je kan hem ook op elk kussen thuis al omdoen. Vandaar dat we ook alleen deze kussensloop hebben laten maken. Mooie kwaliteit. Het is echt velvet, echt een 3D effect. Dus dat zit echt erop. Dus vandaar dat de prijs €39,99 is. En misschien, wie weet, kunnen we ook wel een leuke winactie doen met onze nieuwe home collectie. Om jullie ook te supporten. Het zou heel leuk zijn. En over de pillow challenge. Het was even een struggle met Jules. Ja, het was een hele struggle. Want wij hadden niet de kussens gebruikt die nu in de winkels liggen. Die waren gewoon, ja, zoals jij zei, 50 bij 50. Dus het was te klein om een pillow challenge te doen. Dus hebben wij de kussens gepakt van onze banken van Reiners. Maar ja, zoals jullie zelf weten, een bank is minimaal wel dit, dikte. Jij had dat zwart-witte bank. Ja, die was wat minder gevuld. En ik had dus de wit-zwarte. En die was super dik. Dus je gaat het zien in het filmpje, maar ik had mega veel pijn in mijn rug. We hebben in ieder geval heel veel lol gehad. En de foto is heel leuk geworden. De foto's trouwens. Dus we hebben wel weer gelachen. Ik had vandaag had ik nog een hele lijn op mijn rug van gewoon die riem. Maar de riem is dus echt wel topkwaliteit, want hoe hard wij hebben getrokken aan die riem, dat is niet normaal. Gewoon goed. Als jullie graag een nieuwe challenge zouden willen zien, laat het ons weten. We staan overal voor open. Als het gewoon leuk en normaal blijft, staan we overal voor open om dit met z'n tweeën te doen. We zien ook heel veel TikTok vragen en dat willen we ook zeker in de toekomst meer gaan opnemen qua filmpjes. En je ziet nu ook dat ze towel challenge doen en blanket challenge en noem het allemaal op wat ze allemaal verzinnen. Dus laat het ons weten en dan ga je zien in de volgende weekvlog. Gaan we dit meenemen? Zo, het is vandaag donderdag. En Jules en ik zijn lekker bij mama in de tuin, gaan zonnen. En waar is Jules? Let's find July. July! Leave the fucking alone. We zijn een beetje meer lach. Leave me the fucking alone. Leave me the fucking alone. Knijper! En ik heb deze te leuke handdoek natuurlijk, waar ik al de hele dag op lig. Waar ben je nou? Oh, waar is mam? Hoi, mam! Kunnen er twee personen in de hangmat? Hij gaat tot 120 kilo. Nee. Nee, dat gaat dan niet. Ja, maar je bent te dik. Ik denk dat Loesje op voor de hek staat, Mike. Mike gaat even sporten, dan past hij wel in de hangmat. Kijk hoe leuk. Een kopje. Ze heeft zijn telefoon vergeten kantoor, dus ik breng Loesje nu naar mama naar huis. En hoe mooi is dit badpak? Met een kopje. En ik vind die achterkant het leukste, maar dan moet Jules even filmen. En wij hebben heerlijke sushi besteld bij een Zizo. En papa gaat barbecuen voor de spammers voor de mannen. We hebben heerlijke mandarijntjes gegeten, lekker gezond. Jules is lekker aan het flaneren in de hangmat. Woehoe! Ik heb zelf zin in sushi. Ik heb zelf zin in mijn. Wil je even filmen op mijn Reiners handdoek? Ja. Dat is namelijk te beeldig. Oh, wil je alsjeblieft even tegen Frenkie zeggen dat hij dat niet mag eten? Los! Oh, hij bijna zijn mond, Jules. Snel. Oké, ik sta in jouw schaduw, dus ik moet een beetje hier gaan staan. Fabulous, dear. And now the back of the swimsuit, please. The back of the swimsuit. How nice. Thank you. Well, thank you, love. Ik heb mijn telefoon weer. Zo. Hoeveel mensen dingen heb je? Ik denk dat ik nog wel even door kan. Wil je altijd bij mij zitten? Kom dan. 1, 2. Hoppakee. Dus jullie willen altijd bij mij in de zon liggen, hè? Nou ja. Oh, zo lekker. Oh, zo lekker. Ik wil sushi. Ze mogen niet door die pet, maar anders kijk ik echt vol in de zon, jongens. Dus I'm sorry. En het wordt niet warm, de kopjes. Nee, nee. I love the bathing suit. Frank, ben je nou weer wat aan het eten? Wat moet je doen? Koeien. Ben je aan het eten? Laat los. Al die blaadjes. Ga weg ermee. Hou op. Frank, wat doet hij nou? En als iedereen zegt, heeft hij lui om buiten. Frankie is net een, hoe noem je dat, Max Verstappen. Die zo het huis inrent en gaat pissen. Dus vandaar, om mezelf wat energie te besparen, heeft hij lui om. Ah, kijk hier nou zitten, mijn mooie meisje. Hallo, in de Reiners towel. Een heerlijke sushi besteld bij Zizo Lounge. Niet alleen sushi. Peking lumpia's, gyozaatjes. Edama mee. Oh, al die sushi. Ik word hier zo gelukkig van. En de hondjes zo. Wat is dit? Hè? Weet ik niet. Mochi! Mochi ice! Woehoe,
even in de vriezer. Oh, oké. Okay. Oh, de sushi. Oh, wat lekker. Oh, nee. Oh, het was een beetje te veel. Hij heeft een food belly. Oh. Nou, we hebben nog hoeveel sushi over? 2, 4, 6, 18, 12, 4. Oh, best veel eigenlijk. 20 stukjes. Ja, maar Loes zou ook mee eten. Dus, oh. Dus we hebben vanmorgen nog lunch. Hebben we nog mochi ijs, Jules? Dat wil ik wel. Oh ja, in mijn fortune cookie. Fortune cookie stond dit. Nou, dat is niet echt goed om te lezen. Staat leef voor de toekomst en niet in het verleden. Dus corona, go away. Ah. 1 meth house hier op tafel. Oeh, parrots. Spirit! Zo, ik ben net thuis. Nou, mijn kleurtje valt wel mee eigenlijk. Ik was net echt heel rood. En nu valt het mee. Ik ga nu even lekker douchen. Ik had het heerlijk als ik de hele dag in de zon heb geleefd, lekker douchen. En verder niets bijzonders doen, dus ik zie jullie straks. Zetjes piepen. Wat is er dan, man? Dus ik ga lekker douchen. En ik gebruik ook de producten van Raiders. Shower foam. Staat ook één dag in mijn rijtje zo. Oké. Okay. Met shower. Zo, ik heb net gedoucht. En je zou denken, wat heb je op het gezicht? Ik heb heel veel vragen over mijn dagcreme. Of nachtcreme. Ik gebruik gewoon eigenlijk deze Nivea pot. Er staat ook gewoon echt letterlijk alleen crème bij. En ik vind die ideaal. Wordt het lekker helemaal wit. Ja, ook veel te veel denk ik. Ik vraag er lekker vet in. En dan heb ik zo lekker mijn glimmend huidje. Hoe was ons middagje bij mama? Ja. Jij zegt dat we met de hele familie sushi hebben gegeven, maar dat is niet waar. Ik zeg met de familie. Ja, oké, maar het is niet met Romeen, niet met Daan, niet met jij. Enkel mama, ik, Marie en Mike. Dus 4 personen. Dus ja. We houden zeker aan de regels voordat we daar comments op krijgen. Ja. Maar dus we hadden sushi besteld. Het hier gewoon thuis lekker opgegeten. En daarna ook gewoon weer naar huis gegaan. Ja, het was op een donderdag. Het was bizar mooi weer. En we waren al klaar met kantoor. We zijn iets eerder van kantoor weggegaan. En dachten we gaan lekker met mama met de hondjes even. Dat zou ook lekker kunnen spelen in de tuinzone. En hoezo worden wij zo snel bruin? We krijgen heel veel. Vraag of jij een speciaal cremetje gebruikt die dag. Nu lijkt het volgens mij niet zo bruin op de camera. Nee. Ja, hoe worden wij zo snel bruin? Sowieso hebben we van onszelf al een heel mooi tintje. Bruintje. Dus ook al gaan we niet in de zon, zijn we al wat bruiner. Maar ja, wij hoeven echt, wat ik zeg, 2 uurtjes in de zon zitten en we worden gewoon echt donker. Ja. Dus tips, we gebruiken wel Australian Gold als ja, dat is wel echt onze favoriete nummer 1 product. Zonproduct. Van Zonne, Australian Gold. Dus ja. We hebben niet echt tips om bruin te worden. Wel heb ik soms natuurlijk die spraytan in mijn gezicht. Waar ik veel vragen naar krijg, waar ik soms bruin voor hoor. Maar daar gebruik ik niet voor. Lichaam. Ja, Bali Body lijkt me wel een keer leuk om uit te testen. Ja, hoe je dat echt gebruikt. Hoe je bruin wordt. En we zijn gewoon 100% Nederlands. Dus we hebben ook geen andere afkomsten. Waardoor we dus eerder bruin worden. We hebben ook heel veel vragen naar gehad. Maar we hebben natuurlijk heel veel haar, donkere wenkbrauwen. Dus ik begrijp wel dat ze soms denken dat we Spaans of Indisch zijn. Ik hoorde ook laatst Russisch. Oh, dat was een mooie verhaal altijd. Ja, ik heb dus voor jullie mijn hertentuur opgenomen. Ja. Ik heb het dus afgelopen donderdag gedaan. En het is vandaag zaterdag. Ik ga normaal altijd naar de kapper La Ambiance. Maar dit is nu weer wegens het coronavirus gesloten. Dus het wil ook niet zeggen als het straks allemaal weer open gaat dat ik het nog zelf blijf doen. Alleen ja, ik krijg wel onze verjaardag. En ik had Mike's verjaardag. Ook omdat het vooral heel veel tijd kost dat je het zelf niet blijft doen. Je kan het wel bij jezelf. Ja, maar niet zo mooi als de kapper doet. Nee. En ik wil natuurlijk wel echt de locals ook supporten. Maar helaas zijn ze dicht. Dus ik denk, nou, ik moet het zelf doen. Want ik wil ook op mijn verjaardag mooi haar. Waar heb je de borstels gekocht? Ik heb de borstels, ik heb alles bij de Hema eigenlijk aangeschaft. En ik gebruik een andere Lon droog shampoo. Ik gebruik de haarproducten wel van de kapper bij L'Ambiance. Lanza gebruik ik voor mijn shampoo en conditioner. En voor de rest heb ik een Dyson feun. Dus ik heb wel een hele goede feun. En doe ik ook maar wat. Ja, en je goede helper, je helper is Mike. Ja, voor de achterkant, want ik zie het niet. En ik ben heel slordig. Dat ga je ook zien in de hair tutorial. Ik ben echt geen expert. Dus please, het is ook echt jouw derde keer dat je thuis doet. Maar ik vond het gewoon leuk om mee te nemen. Want er zoveel vragen naar was dat Jill dacht, nou hoe leuk is dat je het gewoon zelf ook thuis kan doen. Ja, en op zich heb je er niet veel voor nodig, behalve de krulrollers van de Hema en een goede feun. En Mike is mijn rende engel, die doet dan meestal de achterkant. En hij krult dit voor mij in, want dat zie ik zelf gewoon niet. Ja, te grappig. Dus dat is super lief van hem. Maar... Wie herkent het ook, dat je vriendje helpt bij feunen? Ik denk niet dat heel veel mannen het helpen. Nee, maar ik bedoel, hij vindt het ook niet leuk. Maar hij wil mij gewoon graag helpen, dus dat doet hij dat. Dus dat vind ik super lief. En als jullie dit leuk vinden, dan wilde ik ook deze tutorial doen met onze krul. Dus als dit goed wordt bevallen, dan ga ik ook mijn hairtutorial doen met hoe je haar het beste kan krullen met een steltand. En mijn make-up tutorial komt ook zeker nog wel aan, girls. Maar ik dacht, misschien is het nu leuk om ook zoveel vragen kreeg over mijn haar, om dat even eerst toe te voegen. Ja. Oké, ik heb heel veel vragen over mijn haar. Ik ga het proberen te feunen voor jullie. Ik heb, zoals jullie zien, net gedoucht. Mijn haar is nat, maar wel een beetje met een handdoek zomaar droog gemaakt, dat het niet heel zijknat is. En ik ga zo beginnen. Wat gebruik ik ervoor? Mijn krulspeltjes die ik bij de Hema gekocht. Droog shampoo van André Lon.
elastiekjes, klemmetjes en dan last but not least mijn Dyson hairfoon. En dan gebruik ik nog een borstel, wat ik ook bij de Hema heb gekocht. Zo, so, let's start it. Oké, okay, ik kan mijn haar niet voorzichtig, zoals je ziet. Dan begin ik om de bovenkant vast te maken en de zijkant met krullers. Hier heb ik een scheiding, die laat ik naar beneden. En dan heb ik de andere kant natuurlijk ook. Zie je dat? En dan zet ik het vast. Het zal heel rond gaan. En ik zal ook eventjes jullie wat hoger zetten, dat je het beter kan zien. Want dit werkt niet, zie ik al. Ik heb nu de bovenkant vastgemaakt. Dan pak ik deze zijkant eerst. Ik heb geen kam of zo. En de andere zijkant ook. Het is wel niet heel charmant als jullie doen, zeg ik alvast. En dan maak ik die achterkant vast met een klem. Ik draai het gewoon. Het lijkt wel zo'n schommelworstelaar. Ik begrijp wat ik bedoel. Even kijken. Twee plukjes. En dan de links. Ik gebruik dus de Dyson hairspray. Met een opstukje. Ideaal. Ik zet hem op de allerwarmste stand. Dan krul ik het alvast in. Pak ik dit fijn. Zie je het al een beetje zo gaan? Pak pomeel. Kijk, ik ben geen kapster, jongens. Dus ik kan het helaas nog niet helemaal. Oh, ik vergeet die bijna. De droge shampoo aan het begin van de aanzet. Voor het luna. Weer beginnen. Slag al, zoals je ziet. Zie je? En is hij bijna droog. Dan pak ik twee plukjes. Dan pak ik mijn kleinste rollertje. Die rol ik helemaal naar het uiteinde. En dan rol ik die omhoog. Als je losse haartjes hebt, dan moet je die meerollen. En dan zet ik die vast met die speldjes. Zodat ze niet verschuiven. Dat is het allerbelangrijkste, dat het wel opdroogt in een krul. En eerst krul ik altijd mijn haar, maar dat is eigenlijk slechter. Dus nu feun ik het. Zo, die zit vast. Pak die andere laatste. Pak ik ook een kleintje van. Goed de uiteindjes ook plat, anders krijg je zo'n kronkel. Je moet even kijken hoe het beste vast komt te zitten. Ik doe ook altijd maar half. Zo, dat is één kant. En nogmaals, ik ben geen kapsel, ik weet dat ik het goed doe, maar zo krijg ik volume. Dan doe ik nog een beetje warm warmte van de pen. Altijd blijven doen, maar het is echt ook nood omdat ik nu de kapster dicht is die normaal altijd voor mij doet. Dus als jij ook kijkt, ik ga dat niet blijven doen. Ik hoop dat je sneller open bent. Draai ik er weer in. Zie je, ik ben hele mooie slag. Het is moeilijk in het licht, maar je ziet het naar buiten krullen. Oké, okay, ik ga verder met de voorste pluk. Ik ben net al begonnen, maar de batterij is bijna leeg. Die draai ik dus ook omhoog. Zie je ook op die slag komen. Zo, nog één laat ik hem helemaal omhoog. En dan zet ik deze dus ook in de krullers. Ik moet een voorste pluk en een achterste pluk hebben. Dus ik ga hem eventjes naar achter zetten. Ik zie dat hier nog één plukje in zit die ik nodig heb. Shit, het is ook wel makkelijker als een kapper dit doet. Maar ja, ik klaag niet. Ik probeer het alles dan zelf. En eigenlijk lukt het dan ook wel altijd. Dus die pak ik er nog heel veel bij, want die is nog nat. Enige. Als de plukjes vallen, maakt dat niet echt uit, vind ik. Oké, dan pak ik een voorste. Oh, dit is wel heel mee. Voorste pluk. Verdeel ik weer in twee stukken. Ik zie echt geen fuck. Nog wel als ik doe maar wat. Pak ik dan ook weer. Nou, ik moet zeggen, die zit best goed. Kleurtje. En dan de voorkantse pluk. Die zet ik tegen die andere pluk aan. Zodat het niet om kan vallen. Voor de haartjes er niet af te laten vallen. Doe ik het zo hier nog even eentje extra bovenop. En dan natuurlijk onder. Ik gebruik echt een 100 van die clipjes. Dus twee. En dan wil ik er nog een keer overheen gaan feunen. Ja. Niet het meest leuke lookje. Ook niet voor je vrienden. Dit loopt me daarna wel. Nou, dan feun ik het nog eventjes bij. Ik ben ook een persoon die heel weinig geduld heeft, dus dit vind ik al behoorlijk knap. Feunen. Nu ga je verder met de laatste rol.
lekker een keer. Oké, voor het laatste stukje help mijn liefde me. Even kijken, we hebben nog 5 rolletjes over. Dus dan kan het best zien. Pak een plukje. Kleine plukjes dan. Maar ik heb er nog 5. Doe je ook mee? Ja. Die bakken waard. De bakken waard moet ook mee. Nee, je moet wel mee, hè? Ja, je moet toch achter je horen. Oh. Dit is echt top, want ik zie dit zelf echt niet. Gewoon nog één keertje dat die pluisjes minder zijn. Oeh. Oh, trek maar. Oh ja, zo. Ik kan het natuurlijk nooit vastzetten. De borstel kan je toch nooit vastzetten? Oké, schatje, denk je dat gaat lukken? Nee, oké. Wat? Het lukt niet, het is wel zwaar. Je moet het erbij. Ja, dat doe ik. Oké, hier. Komt. Sorry. Ja. Die kan knap uit, hè, zo. Die kan knap uit, hè, zo. Was het, zit die niet al vast? Nee. Dan heb ik nog maar één. Eén kant gedaan. Eén klemmetje. Dan laat je de andere kant al los. Nee. Zo ging het vorige keer zo goed. Nou ja, op zich zit dat. Oké. Okay. Nog 3 rollen. En geen clips. Ik ga even in de laatste pas zelf als we het draaien. Dan hebben we die nog. Zit zo te misschien een draaitje kunnen doen. Mooi. Mooi in quarantaine. Het ziet er heel rommelig uit, maar... Maar ik doe het niet vrijwillig. Hoe wil je dat dit? Zo. Ja? Ja. Zit het goed vast? Hangt het niet? Klopt. Het voelt wel strak. Oké, de laatste 2. Kan ik op zichzelf ook wel. Deze moet eerst. Oh, sloegje. Zit hij nou nog goed? Nee. Irritant. Ja, maar ik wil hem zeg maar omhoog. Wat doe je dan? Die onderste maar. Maar eigenlijk wordt bijna helemaal droog. Godverdomme. Ja. Zo. Zullen jullie misschien toch nog deze willen doen dan? Voor kort. Ja. Nou. Tada! Die mag de kant. Dankjewel. Oh. Oké, dan ga ik er nu nog een beetje droog shampoo in doen. Heel donker. Zie ik nu pas droog shampoo in doen. Dankjewel, liefde. Zo. En dan vern ik alles nog even goed door. Dat je haar niet nat is. Hey, ik zie een plukje los. Ik laat zo het eindresultaat zien. Ik laat meestal 4 uurtjes in zitten. 4 tot 5 uurtjes. Het is nu 7 uur. Dus ik hoop dat ik langer mag blijven. Want hoe langer het in zit, hoe mooier het wordt. Hier nog iets beter licht. Ik ga nu het mic koken. En dan laat ik al deze krullers even zitten. De versiering hangt nog steeds. Mag ik niet weghalen van mij. Want hij vindt het gezellig. Dus dan laten we denken, hangt tot mijn verjaardag. Versiering komt. Dan een beetje Beyoncé van Irreplaceable clip. Maar dan heel erg anders en dan veel anders. Maar goed, het idee is er. Ik ga slapen, dus ik ga het eruit halen. De onderkant is nooit zo krullend. Bij mij eigenlijk altijd niet. Terwijl ik de clipjes zie te vinden. Dan rol je het gewoon uit. Wat ik al zeg, de onderkant bij mij is nooit zo krullend. Ik heb het van alles in mijn haar gestoken om het klemmetjes ophalen. En die stiekjes. Een hele mooie slag in mijn haar. En dat maakt het ook meteen voller. Ik heb op zich wel dik haar van mezelf. Maar niet zo dik als ik het heb gefeund, zeg maar. Het is wel een beetje bouncy, als jullie kunnen zien. Ook een mooie slag. Het is trouwens nu 11 uur. Ik heb het zo 4 uurtjes ingehad. Nu de zijkantjes doen. Die zijn meestal bij mij het meest gekruld. Aangezien daar ook kleinere rolletjes voor gebruik. Oeh, sorry dat ik bounced. En dit blijft dus bij mij best wel lang zitten. Ik gebruik tussendoor nog wel droog shampoo. Kijk, wat een leuke krul. Het zakt altijd nog wel eventjes uit. Ik zal er niet te veel aan kammen of mee zitten. Hoppa. Het ziet ook net als een kleur krul eruit. Je hebt die volume meteen, de laatste. En dan moet ik even checken of nergens meer lipjes in mijn haar zitten. Zo. Oh, veel klemmetjes. Maar klemmetjes. Nou, ze vroeg aan mij, hoe kom je toch aan het volume? Kijk, het zit nu nog een beetje te bol. Maar ik moet nog slapen en dan zakt het meestal nog wat uit. Het is nu wel heel wild. Ik heb dus een Gizoukam. Ik zit er niet meer in het zakje. Je moet het dus niet uitborstelen met een borstel. Dat is eigenlijk een tip, dus ik heb even mijn handen. Want dan wordt er weer meer pluis van. Maar eigenlijk kan je wel zien dat het nu best vol volume is. Zie je het? Normaal gesproken ga ik natuurlijk een kapper. Die het voor mij zo volumeus maakt. Maar ik moet het zelf gaan.
Wat mij? Met mezelf? Ik was eruit aan het halen voor de vlog, you know. Ik heb het toen nog even voor jullie met een borstel uitgeborsteld. Dan kan je zien wat het verschil is. Vind je het zo beter kan zien. Nu is het al een stuk minder bol en minder pluizig. Kom nooit. Wat missen wij het meeste tijdens de quarantaine-tijd? Onze nagels of het haar? Ik dacht haar. Nagels. Ik echt haar. Ja, jij haar. Nee, ik mijn nagels. Haar. Ik heb nooit korte nagels. Je ziet het, ik heb een zwart gelap. Ik heb helemaal niks van nagels, maar ik vind toch wel... Je kijkt eerst ook wel naar iemands gezicht en dan vind ik haar ook altijd heel belangrijk. Ja, ik vind wel. En wat ook zo is, jongens, zonder dit gefreunde haar heb ik echt niet zo'n mooi haar als wat ik nu heb. En Marie heeft van zichzelf al gewoon heel mooi dik haar. Dus dan had ik ook echt niet zoveel moeite gedaan voor mijn haar. Nee. Dus jouw antwoord is haar, mijn nagels. Ja, onze verjaardag. Wat zijn de voorbereidingen daarvoor? Ja, onze verjaardag komt er bijna aan. We weten niet zo goed hoe of wat. We weten wel dat we gewoon onze jurk aandoen die we hebben aangeschaft. Onze schoenen aandoen. Ons haar leuk doen. Ons laten make-uppen door haar. Ja. Ons versieren van Hippe Puree gaat nog steeds door. En de taart van Maria ook. Maar dan gewoon echt alleen ik, Mike, Marija en mama, papa. En Romain Da. En dat dachten we. En Romain Da. Om het wel in shifts te doen. Dus dat er ieder uur 2 mensen langskomen. En dat we dan de hele dag zo shifts maken. Wordt toch 25. Wij vinden het een hele belangrijke leeftijd. Ook om gewoon te vieren met de familie. En het geluk is dat onze ouders een hele grote tuin hebben. Dus dat we het ook wel op afstand zitjes kunnen maken. Dus we hopen dat het mooi weer wordt. Dus over de voorbereiding en wat voor jurk gaan we volgende week in de weekvlog denken als sneak peekje laten zien. Nee, want volgende weekvlog ga je zien hoe wij onze shoot gaan doen. Oh ja. Wij zijn creatief bezig geweest. Onze wintercollectiecampagne. Ik kan nu wel de locatie zeggen, want het ging toch niet door als Marrakesh. Ik had een mooiste woestijnresort gezocht ever. Dus ik hoop dat het einde van het jaar misschien nog door kan gaan, maar dat weten we niet. Dus we moesten nu creatief zijn met Tarot. Dus de overnieuwe collectie waar we gaan shooten wordt in Nederland. Hoe of wat laten we weten. Maar aankomende maandag, dus morgen, gaan wij alvast wat feedfotootjes maken voor onze Instagram. Met de huidige collectie wat nu binnen is. Dus dat gaan jullie ook voorbij zien komen. Hoe wij het helemaal stylen. Van A tot helemaal het eindpunt. En we gaan helemaal filmen. Wat heel spannend is, mijn vriend die heel lang haar heeft, gaat gemillimeterd. En dat gaat Mike doen. Maar ging zo goed heet met mijn haar. Dus, ben je benieuwd? Blijf kijken. Blijf abonneren. Dat vind ik super leuk. En we willen ook echt wel blijven vloggen. Maar daarvoor moeten de abonnees wel echt omhoog. Want anders... En laat even weten onder de vlog welke kleur van jullie de kussens leuk vinden. Dan kunnen wij even kijken of we eventueel een kussen naar keuze weg kunnen geven. Dankjewel voor het kijken. En een hele fijne zondag toegewenst. Be safe. Love. Love.